Je pakt met drie vingers de tsuka. De tsuka met je duim pak je zijn duim. En terwijl je dat doet, want dit is je entrance. Terwijl je dat doet, draai je 90 graden weg. Oef. En je laat hem tegen die vuist aanlopen. Je vuist gaat er niet naartoe. Nee, hij komt naar die vuist toe. Dus nog een keer. Dus je krijgt 1, 2. Hop, daar is hij. Probeer 90 graden weg te stappen. En je legt de arm op je knie. En je geeft gas. Voor degene die vroeger een brommer had, ik weet het, zat aan de andere kant. Deze, boom, zet hem even tegen je aan. Strike, 1, 2. Probeer dit eerst even een beetje te pakken, want die moet je handigheid in krijgen. Drie vingers om de tsuka, het handvat. En je duim zit bij zijn handrug. Om zijn duimmuis heen. En die leg je op je been. En squat, zak door. En dat hoofd, kijk, hij staat in zijn positie, even recht ook nog. Dit is zijn richting, naar je toe. Oef, hij loopt er vanzelf tegenaan.